Voor de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, was 2018 een belangrijk jaar. Dit zegt VES-voorzitter Winston Ramotarsing. Hij zegt verder dat de vereniging het afgelopen jaar veel lezingen heeft gehouden en verschillende instanties van advies heeft voorzien. De voorzitter blikte terug op de economische ontwikkelingen in 2018 en zei dat de vooruitzichten voor het komend jaar niet rooskleurig zijn. Want hoewel we de vrije val van de BBP tot staan hebben kunnen brengen en er zelfs een lichte economische groei verwacht wordt, wat positief is, bleek dat die groei vooral uit die mijnbouw komt en dat de niet-mijnbouw-economie nog steeds in de put zit. En dat is precies wat de zwakte is van onze economie. Als we alleen maar op de mijnbouw moeten gokken en het gaat goed internationaal met de goud- en de olieprijs, dan kunnen we lachen. Helaas komt het niet zo vaak meer voor. Dus aan de andere kant, de goud- en deviezenreserve, en de heer Boussaid zal daar heel veel dieper op ingaan, ik benut het eventjes, wellicht het eventjes, is wel toegenomen, de reserves. Maar hoe is het gekomen? Hebben we het verdiend door meer productie en meer export? Nee, we hebben staatsolie gevraagd om versneld die lening die we ze hebben gegeven voor die aandelen in Newmont, om dat af te lossen. Ramotarsing zei dat als gekeken wordt naar de huidige economische situatie, de geschiedenis zich herhaalt. De voorzitter benadrukte dat Suriname moet leren van de recente geschiedenis en ervoor moet zorgen dat de gebeurtenissen van de periode 2014-2016 zich niet herhalen. U weet nog, 2014 was er een neergang en alle economisten zeiden voorzichtig, voorzichtig, bijsturen, bijsturen. Eigenlijk vanaf 2013 begon Tony Karam aan de bel te trekken. En de eerste keer zei hij nog heel voorzichtig, er is nog niks aan de hand. Maar laten we alvast beginnen te anticiperen. Heel voorzichtig. En ze maakten hem uit voor quasi-econoom. Wat is er daarna gekomen? Dus ik heb liever meer quasi-economen in de vereniging dan die echte economen. 2014 heeft men ontkend en geprobeerd het probleem te maskeren. Alle reserves ingezet om de koers stabiel te houden. En in 2015, na de verkiezing, heeft men het losgelaten. Heeft men erkend, mensen, we hebben niet zo gezegd, mensen, we hebben jullie al die tijd belazerd, want die crisis was werkelijk aan de gang. Maar nu hebben we de verkiezing weer gewonnen, dus we kunnen open kaart spelen. Dat was Winston Ramotarsing, voorzitter van de VES. Hij sprak donderdag bij de nieuwjaarsreceptie van de vereniging. En die is gehouden in de ballroom van Hotel Turarica.